U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het weerbeeld gaat de komende 24 uur flink veranderen. Vandaag keken we nog tegen bewolking aan en waren de stranden leeg. Maar de zon komt terug in het weerbeeld, de temperatuur gaat omhoog. Dus ook dit strandplaatje zal de komende dagen er wel anders uit gaan zien. Op de satellietfoto zien we een lage drukgebied boven het zuiden van Zweden liggen. Dat lage drukgebied zorgt er bij ons voor dat er tamelijk veel wolkenvelden vanaf de Noordzee aankomen. Maar ten noorden van die wolkenvelden liggen al opklaringen en die komen snel dichterbij. Voor vanavond betekent dat nog niet veel. Want dan hebben we nog vrij veel wolkenvelden. Hier en daar wat opklaringen en een temperatuur van een graad of 15. Vannacht klaart het in het noordoosten al breder op. Er kan wat nevel ontstaan hier en daar en de temperaturen dalen naar een graad of 11. En dan morgen van het noorden uit steeds vaker. De zon dat is al zo in de ochtend in het noorden van het land, dan is het daar al zonnig. In het midden en zuiden volgt de zon wat later. Temperaturen lopen op naar een graad of 20. staat wel een matige tot vrij krachtige wind. En vooral bij zee is die wind, windkracht 5 uit het noordoosten. De dagen die volgen laten niet veel verschillen zien. De zon blijft een hoofdrol spelen, de wind blijft noordoost en de temperaturen blijven boven de 20 graden. Dat geldt voor de vrijdag, de zaterdag en de zondag. En dan de dagen die daarna weer opvolgen, blijven ook gewoon vrij zacht, want tot ver in de volgende week blijft de temperatuur dik boven de 20 graden en blijft de neerslagkans klein. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.